werk, wil ik hem nog aan één bijzondere gast voorstellen. Elke illusie werkt eigenlijk met afleiding. Mm-hmm. En zo ook deze. Daarvoor heb ik een oud gediende uit het vorige seizoen meegenomen. Kom er maar bij, meneer de aap. Wat is dit, jongens? Herken je hem nog uit vorige zomer met het basketbal-experiment? Ik herken hem zeker nog, absoluut. Het symbool van afleiding, zou je kunnen zeggen. Daar is hij, meneer de aap. Ja. Matthijs, hij heeft een rode envelop vast. Ja. We hebben van tevoren niks afgesproken. En jij weet niet wat er in deze rode envelop zit. Nee. Ben je het met me eens? Dat is volkomen correct. Ik ga zo meteen weg. Dan geeft meneer de aap geeft je een seintje met zijn duim omhoog. Zodra je dat seintje ziet, mag je op deze rode knop drukken. En dan wijst alles zich verder vanzelf. Duidelijk? Veel plezier. Dank je. En leuk dat je erbij kon zijn vandaag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Staan we dan. Hoi Matthijs, vandaag draaien we de rollen voor één keer om. Jij staat nu op mijn plek en ik zit op jouw stoel. Ik wil vandaag een bijzonder experiment met je gaan uitvoeren. Mijn assistent, meneer de aap, staat als het goed is naast je en heeft een rode envelop bij zich. Hou die envelop goed in de gaten, want alles draait bij deze illusie om afleiding. Matthijs, ik wil aan je vragen om aan een willekeurige speelkaart te gaan denken. Let op, jij mag alle keuzes maken. Oké, wil je een rode kaart of een zwarte kaart? Een rode kaart. Wil je een harten, ruiten, schoppen of klaverkaart? Een hartenkaart. En wil je een kaart met een plaatje, dus een boer, vrouw of koning, of een getallenkaart? Getallenkaart. Oké, Matthijs, je zit nu als het goed is aan één kaart te denken. Zou je voor het eerst hardop willen zeggen welke kaart dit is? Harten 10. Ik kan je natuurlijk niet horen, maar ik hoop dat je een mooie kaart hebt gekozen. Nu staat die aap al de hele tijd naast je met die rode envelop. Die geeft hij nu aan je. En zou je voor het eerst willen kijken wat daarin zit? Harten 10. En Matthijs, nog één ding. Heeft die aapje een beetje af kunnen leiden? Nee. Weet je het zeker? God. Jezus. Jezus. Ga naar huis. Het is mooi geweest. Het is te veel op één dag. Bedankt. Victor, ik wil je nooit meer zien. Mazzel. Oh.